Je hoort ook die discussie van wie zijn ze? Door wie worden ze aangestuurd? Wie financiert hun? Wie zit erachter? Allerlei vragen, meneer voorzitter. En op al deze vragen gaan er antwoorden komen nadat het onderzoek volledig is afgerond, meneer voorzitter. Maar ondertussen hebben we wel de informatie van zowel justitie als defensie dat de wapens en handgranaten die in beslag genomen zijn van één en dezelfde bron komen. Dezelfde bron van waar handgranaten afkomstig waren toen een journalist bedreigd werd door wapentuig onder zijn auto te plaatsen, meneer de voorzitter. Maar het is dezelfde bron van waar wapens en handgranaten gekomen zijn die gegooid zijn op het terrein van het kantongerecht, meneer de voorzitter. Het is dezelfde bron van waar wapens en handgranaten gebruikt worden om op het huis van een piloot te gooien, meneer de voorzitter. Het is dezelfde bron van waar de wapens afkomstig zijn. Ik zeg dit om aan te geven dat we niet moeten uitsluiten dat al deze ernstige incidenten georganiseerd plaatsvinden, meneer voorzitter. En we hebben de justitie afgestemd, we hebben met het Openbaar Ministerie afgestemd dat er een grondig onderzoek moet komen. Meneer voorzitter.